gewoon helemaal leeg. Helemaal zelf met de trein. Elke dag feest hier. Ja, Sophie ziet er zo uit. Vandaag 1 jaar. Hallo allemaal, wij zijn de Nagelkerkjes. Leuk dat jullie kijken naar deze vlog van vandaag. Het is zaterdagochtend en het is heel stil in huis. Het is eigenlijk gewoon helemaal leeg. Vanmorgen is Jan om 8 uur al gaan verzamelen voor de hockey met het team van Guusje. En die waren om 11 uur thuis. Helemaal koud, want het stond te regenen, het was koud en vies. Dus die is even lekker in een warm bad gegaan en die ligt te slapen, een beetje bijslapen. Dus ik verwacht dat hij lekker heel de middag slaapt. Floor had gisteravond een feestje bij vrienden en die is daar blijven slapen. Die gaat vanuit daar naar de hockey. Dan komt ze naar huis. Nou, Guusje is dus inmiddels ook thuis van de hockey, want die was met Jan mee. Maar die is even in de lunch, want die had zin in een warme chocomel. En die is Louis gelijk uitlaten. Als die dames allebei thuis zijn, dan gaan ze met de trein naar Apeldoorn. Want er wonen vrienden en hun dochter is jarig en die had ons uitgenodigd. Wij gaan er morgenmiddag ook naartoe. Dan nemen we de meisjes mee terug, maar die wilden al eerder gaan. Dus die gaan met de trein. En dat vind ik heel spannend. Want dat is de allereerste keer dat we steeds met de trein gaan. Maar Floor zegt, ik ben al in meer geweest met Eline en ik weet hoe dat moet. Dus nou, ik ga dat toch maar loslaten. Ik hoor iemand thuiskomen. Ik denk Stan aan het geluidje te horen. Nou, het is het. Nee, ik dacht dat het Stan was aan het geluid te horen. Wat dan? Nou, Stan die gooit ook altijd zo zijn sleutels in een bakje, hoor ik dat zo ding. En dan denk ik altijd, dat is Stan. En als papa thuis komt, dan dreunt heel het huis. Want die gooit op die deur zo hard dicht, dan trilt alles. Zo hoor ik eigenlijk altijd wie er thuis komt. Maar ik dacht nou dat jij Stan was. Okay. En van jou hoor ik het nooit zo, want jij gooit jouw sleutels daar niet in. Ja, nou wel. Ik gooi je altijd in. Oh. Maar hoor ik jou niet. Was het? Leuk hoor. Papa was goed weg. Ja, die moest naar de hockey. Ja. Om 8 uur verzamelen vanmorgen. Met Guusje? Ja. Ja, Guusje vroeg van mij om 8:01, mag ik een thermoshot van je aan? Ik reageer om... Nee, wacht. Ze vroeg het. Even kijken. Om 8 uur moest ze weg. Dus het is 7:30 of zo dan, misschien. Ja, ze vroeg het om 6:30. Ik reageer om 8:01, want ja. Ik moest even kijken hoe laat Floor wedstrijd had. Van Eline moest ik daar kijken of zo. Dus ze zegt, ik ben nu al weg, maar dank je. En zo is om 8 uur verzamelen. Ja, thermoshirtjes moet je eigenlijk wel even voor je training zamelen. Het is nog 2 wedstrijden en dan gaan we de zaal in. Ja, dat is waar. 1 wedstrijd hierna nog. Alleen volgende week nog. Volgens mij. Ja, voor jullie niet, want jullie hebben nog inhaalwedstrijden. Ja, ik zei net, het is heel stil in huis, want Guusje die is nou even zijn lunchroom en Louis uitlaten. Floor die is nog bij vriendinnen. Guusje gaan lunchroom? Ja, die ging even warme chocomel halen en klein geld brengen. Floor die bleef bij vriendinnen slapen na het feestje van gisteravond. Junior mag lief zijn bij opa en oma logeren. Die gaan zo naar de intocht van Sinterklaas in Roosendaal. Ja. Nou, Eline, jij en Stan waren aan het werk. Dus papa slaapt. Is het stil in huis? Zacht, ik ga eventjes opruimen. Hier. En dan ga ik maar weer het kantoor verder inrichten. Moet je eens kijken naar de onderkant van deze schoenen. Kijk. Ja, ze is helemaal af. Ja. En bij deze ook. Dan heb je er veel op gelopen. Echt? Ja, dat is slijtage. Ja, het is wel heel hobbelig, ja. Misschien vocht ingekomen. Water. Ik weet het niet. Dat is goed om te werken dan, hè. Toch? Ja, goede werkschoenen. Ja. En jij moet nu gaan hokje, toch? Ja, in de wedstrijd. Ja. Bij de B1. Spannend. Waar weet je niet welke plaats. Floor en Guusje zijn heel goed aangekomen. Helemaal zelf met de trein. Een goede les voor ze. Ze vonden het een beetje spannend. Maar ook wel heel leuk. En ik loop erbij als een coachje. Want het is een soort carnavalsavond, reunie. We hebben weer een feestje. Het is elke dag feest hier. Het was echt een feestweekend dit.
Ja, het is een reunie van een carnavalsbeentje waar we twee bij gezeten hebben, heel lang geleden, toen wij net samenwoonden in Oudenbos. En de Spuitbuiten heten ze. En het event gaat heel goed eigenlijk. We hebben ze pas nog gezien met ik denk dat het nooit 11. Zo goed is gegaan, want zo groot zijn. Ja, het is echt een hele leuke groep, een heel leuk bandje. En ze hebben een reunie. En ze hebben 101 oud-leden ongeveer. Ja, zoiets. 110. Ja. En ze bestaan? 44 jaar. Oh, 44 jaar. Dat is natuurlijk altijd, met carnaval draait het om 11. Dus 4 keer 11 is 44 jaar. En ze hebben eigenlijk gevraagd alle oud-leden in ieder geval of die langskomen. Dus wij gaan ook even. En het motto van de kleding was een beetje zwart-wit-goud. Ja, daar heb ik niet zoveel van. Dus, Nee, als ik dat geweten. Ja, jij bent altijd wel aan het verkleden. Ik ben echt van zo makkelijk mogelijk. Dus ik heb gewoon een frisdrankmerk shirtje aangedaan. Die wij heel veel gekregen hebben omdat wij dat frisdrank in de lunchroom uitserveerden. En Sophie ziet er zo uit. misschien krijg je wel een toeter in mijn handen vanavond. En die moet je meenemen. Ik ga hem niet meenemen. Want ik ga niet meer bij een carnavalsbeentje. Tot zo. Oh, Louis, die is vandaag 1 jaar. Yippie. Hoera. Ah. En dat hebben we net gevierd. Ah. Met een koekje voor hem. Stan, die had hem een koekje gegeven. Ja. Een hondenkoekje. We hadden ook zoiets van, ja, we geven hem zo'n, hoe noemen ze dat? Puppuccino, maar daar heeft hij altijd last van. Ja. Dus dat krijgt hij niet. Er zijn best veel mensen die bij ons in de horeca komen, in de ijssalon, die dan een bakje slagroom aan de hond geven, maar Louis kan daar niet zo goed tegen. Dus dat doen we niet. Nee, dat maakt hem zelf ook niet heel belangrijk. Nee, dan vindt hij dat wel lekker, maar daar achteraf is, vindt hij dat misschien niet leuk, dat weten we niet. Nee. Hij kan niet praten, maar ik heb wel 100 keer de bal gegooid vandaag ook voor hem. En ik kan dat wel even laten zien. Ja, je kunt wel merken dat Floris hem liever niet zijn, zeg maar. Ja, dan zit hij dat bij ons. Ja. Kom, Louis, gaan we bal doen. Kom. Kom. Ja, daar gaat hij al mee. Kom. Hij zat net al tegen mij te blaffen toen ik die muts op had. Hier is hij met de bal. En op! Ja, kom maar. Ja, dan krijg je die bal niet meer te pakken, hè? Laat je maar schrikken, Louis. Hè? Laat je schrikken. Ja. Gefopt. Ja, en kijk, en dan doe ik. Zo. Hij wil hem wel, hij wil spelen, maar hij wil hem ook niet afgeven. Hij houdt jou voor de gek. Wat vind jij hem? Ja. Dit had ik echt nooit verwacht, hoor. Dat ik met de hond ging spelen. Hondje zo leuk zou vinden. En hij komt ook heel vaak gewoon lekker rustig bij je zitten, zo. Lekker heel lief. En nou heeft hij even, nou heb ik hem even teruggemaakt. Hij zit altijd bij jou. Ja, hij komt altijd bij mij. Dat is met alle honden, hè. Alle honden komen altijd naar mij. Dat komt toch omdat je een of andere manier een beetje bang bent voor honden. Voor zo'n hondje niet, hoor, maar voor zo'n grote hond ben ik er wel. Ja, maar je bent nou misschien al veranderd. Nee, ik nou niet meer, het is echt veranderd. Ja. Ja. Ik heb daar veel minder Last van. Hé, zullen we eens gaan, schatje? Ja, is goed. Zo, kijk. Ja. Zo kunnen we een uur bezig blijven, Louis. Dat is dit leuk, dat.
hij is echt weg, Louis. Hier. Hij ligt hier onder tafel. Ja. Louis, kom maar. Hier zo. Hier. Kom maar. Hier ligt hij. Ja, wij gaan nog naar de reunie. Dit was een dagje uit ons leven. Bedankt voor het kijken naar deze vlog van vandaag. Morgen om 4 uur zijn we er weer. En we hopen dat je abonneert. Houdoe.